Een nummer dat geschreven geweest is door Miguel Wilst en Kurt Burgemans. En ik heb daar mijn verhaal in verteld. Het gaat over het leven. Het begint dat het leven wegneemt van dingen waar je van houdt. En als je dan alleen maar bij de herinneringen blijft, dan gaat het niet vooruit. Dat je weer moet opstaan en dat er het leven gaat gewoon verder en moet ervan profiteren. Zorgen dat we daar zoveel mogelijk kunnen uithalen. Met het verdriet in de achtergrond, maar toch zoveel mogelijk leven. Dat heel belangrijk is. Tien om te zien is een tv-moment. Zorgt dat toch voor extra stress bij jou? Ja, zeker en vast. Ten eerste omdat ik het vandaag helemaal voor de eerste keer helemaal alleen doe. Dat is inderdaad wel heel, heel... een beetje angstwekkend voor mij. Maar ik ga ervoor zorgen dat het heel goed wordt en dat Kolleken heel fier zal zijn op mij. Een nieuwe single en meteen 10 om te zien. Hoe voelt dat? Dat is uit de hemel gevallen. Het is echt onvoorstelbaar. Ik ben zo blij dat ik in 10 om te zien mag meedoen. Het is al zo lang geleden dat we, ik geloof van de laatste keer, van Schietgebed of zoiets, ik weet het niet meer... of de pastorale. Maar dit komt echt waar. Dat is een geschenk uit de hemel. Ik ben VTM er echt heel erg dankbaar voor dat ze mij gekozen hebben voor mee te doen in 10 om te zien. Het goede bron weten wij dat je ondertussen al heel wat nummers hebt opgenomen. Je lijkt niet stil te zitten. Klopt dat? Ja, inderdaad. We zijn volop bezig. We zijn volop bezig aan dingen. Maar dat is nog toekomstmuziek. Hè? Dat is... Maar we gaan ons eerst eventjes focussen op het leven. Ik denk dat dat nu eigenlijk het voornaamste is.